welkom. We hebben vandaag in de studio twee mensen van de Rabobank. Carmen Dreesen en Wilfried Rovers zijn samen het marktteam. En wij gaan nu horen wat ze allemaal voor ons in Berchem kunnen betekenen. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Dankjewel. Vertel eens wat over jezelf. Ja, ik ben Wilfried Rovers. Ik kom niet uit deze omgeving, maar ik ben aan deze regio gelinkt vanuit de Rabobank als accountmanager MKB. En ik zit in het marktteam Berchem, ook mede vanwege mijn aanhaken bij de ondernemersvereniging Berchem. De ondernemers kennen jou hier in het dorp? Sommigen wel, heel veel ook niet, denk ik. Nee. Ben ik heel eerlijk. Nee. Ja. En jij bent wel een echte Bergs, hè? Ja, klopt inderdaad. Mijn naam is Carmen Dreesen en precies zoals je zei ben ik een echte Bergse. Hier opgegroeid, op school gezeten, mijn verenigingsleven is hier en alweer 3 jaar werkzaam bij de Rabobank. Ja. En zodoende dat ik ook automatisch aansloot bij Marktteam Berchem Herpen. Dat is vanzelfsprekend. Ja. Wat is het Marktteam? Staan jullie op de markt? Nee, hè? Flauw is het niet. Nee. Nee, we staan niet op de markt. Vorig jaar zijn de marktteams in het leven geroepen. Bij iedere Rabobank, dus in heel het land. Rabobank Osbernhees heeft er 8 ingericht, om het zo te zeggen. Ja. Wij zijn er 1 van de 8. Ja, dat is dus Berchem en Herpen samen, hè? Ja, klopt. Berchem en Herpen zijn samengevoegd als kernen. Ja. En dat zijn, die bestaan uit ongeveer 8 mensen. Vooral mensen uit de omgeving, want dat is het belangrijkste. Bekende gezichten in de markt. Ja. Dus mensen die mensen elkaar tegenkomen op straat op die manier. Ja. En ik ben daar dus inderdaad aangehaakt vanuit de ondernemersvereniging op die manier. En wat doen jullie? Waar we voor ons vooral mee bezighouden is ervoor te zorgen. We hebben een paar onderwerpen die centraal staan. En dat is onder andere het bevorderen van de leefbaarheid binnen het centrum. Maar ook het maatschappelijk belang binnen het dorp vinden we heel belangrijk. En dat heeft er eigenlijk mee te maken om een heel stuk terug te gaan met de geschiedenis van de Rabobank zelf. Hè. De Rabobank is een coöperatie. Ja. En dat is nog vrij uniek in Nederland als bank zijnde. We hebben winst, we maken winst als bank zijnde. En wat wij heel belangrijk vinden is dat we een deel van die winst, om die weer terug te investeren in de maatschappij waar wij leven en wonen. Dus wat doen we dan? Per marktteam hebben wij een bedrag gekregen en dat bedrag mogen we investeren in het dorp of in de maatschappij. Dat is even net hoe je het bekijkt natuurlijk. Aha, en dat is de coöperatieve gedachte, die zie je op die manier weer heel mooi terugvloeien. Ja, dus jullie steunen bepaalde projecten in Berchem. Klopt. Ja. Klopt. En wat zijn er dan zomaar alles? Of zitten daar nog wel bepaalde voorwaarden aan? Daar zitten zeker wel voorwaarden aan. Die zijn ook wel duidelijk vermeld. Bijvoorbeeld, het moet een maatschappelijk doel hebben. Het moet een brede doelgroep zijn. Het gaat over de leefbaarheid in de kern. Ja. Dus het is niet zomaar dat we. Het is geen sponsoring, want daar hebben we de clubkastcampagne voor. Ja, en dat doen jullie natuurlijk ook inderdaad. Maar wat hebben jullie gedaan al in Berchem? Want jullie bestaan een jaar. Kun je een voorbeeld geven? Ik heb zelf vorig jaar zomer een AED uitgereikt aan de Stichting Jeugd en Jongeren. Die hadden echt het verzoek van nou, dit hebben we nodig, want dat staat wel in het belang van het hele dorp. Op het moment dat er een activiteit plaatsvindt, als een kindervakantieweek, als een team van Berchem, als een avondvierdaagse, als er daar iets gebeurt waarbij dat apparaat gebruikt zou moeten worden, dat is nog wel een wens die wij zouden willen vervullen. En dat heb ik namens het marktteam mogen overhandigen. Ja. Dat is al een heel concreet voorbeeld. Ja. En hadden jullie dat zelf bedacht, dat handig was? Of dat was een aanvraag van Stichting Jeugd? Ik ben eigenlijk samen met Ans van den Burg gewoon eens in gesprek gegaan. We hebben samen een kop koffie gedronken. En op die manier is dat idee ontstaan. Dus we zijn gewoon eens gaan sparren en gaan kijken hoe we dat invulling zouden kunnen gaan geven. Oké, leuk. Maar hoe ziet jullie werk er dan uit? Dan ga je dus koffie drinken met mensen waarvan je denkt van dat zou een of we nodig eens uit. Toevallig vanmiddag nog 2 Bergse op de koffie gehad, overleg gehad over bepaalde ideeën die zij hadden. En besproken van hoe kunnen wij nou namens het marktteam jullie gaan helpen. En dan niet zozeer met hier heb je een som met geld, dus inderdaad de sponsoring wat Wilfred al zei, maar echt op een manier waarbij het dus maatschappelijk uiteindelijk weer goed besteed gaat worden. Oké. Zijn er meer dingen van het afgelopen jaar die... We hebben nog een project ondersteund, daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. Het is een lopend project, dat zijn de klassenboeren. Daar is een collega van mij mee bezig geweest. Het is eigenlijk meer ondersteunend van hoe krijgen we nou voeten aan de grond? Hoe krijgen we nou meer schoolgangers, leerlingen bij de boeren? Er zijn een aantal boeren die daarbij aangesloten zijn.
We zijn meer dan meer met een marketingcampagne, meer aan het ondersteunen van met specialisten die dat mee kunnen optuigen, om zo te zeggen. Maar dat loopt nog. Ja, precies. Ja. Ja. Dus maar in de praktijk is het is geen sponsoring, maar wat jullie doen is wel geld geven. Ja. Maar niet zomaar voor... Het is een hele dunne scheidslijn, om zo te zeggen. Maar inderdaad, we willen het wel echt heel specifiek uit elkaar houden. Ja, precies. Oké. Zijn er ook al aanvragen geweest die jullie hebben afgewezen? Of kan je dat niet zeggen? Er zijn nu komende aanvragen. Het is nog eerder die bekendheid zien te genereren. Ja. Daarom hebben we ook pas weer een presentatie gegeven bij de Open Koffie, Berchem. Ja. En we zijn zo bezig langzaam bij meerdere stichtingen van... Oké, weten jullie het wel? Ja. De aanvragen komen nu langzaamaan steeds meer binnen... Ja, en daar zitten er inderdaad wel bij die dan niet kloppen of die afgewezen worden. Maar daar gaan we altijd serieus in gesprek van hoe kunnen we het nou wel kloppend maken? Ja, precies. Zien we er nog wel iets in? Ja, het is niet zo van het wordt afgewezen en klaar. Nee, we gaan altijd in gesprek. Nee, precies. Oh, oké. Okay. Ja. Hebben jullie zelf nog wensen dat je denkt van, je gaat natuurlijk wel eens koffie drinken. Dat je denkt van, ik ga die eens bellen, want daar zouden we echt graag een bepaald onderwerp bijvoorbeeld of een bepaalde... stichting of organisatie? Eigenlijk hebben we dat al gedaan bij sommige stichtingen. Ja, precies. Ja. Ja. En zo leer je wel het dorp kennen natuurlijk. Dat is wel leuk. Ja, voor Carmen is dat natuurlijk zijn bekende. Ja, voor jou gaat dat niet natuurlijk. Maar wel op een andere manier misschien. Ja, zeker. Inderdaad. Je leert wel op andere ogen naar evenementen kijken. En daar kijken hoe zouden we uiteindelijk als marktteam daar weer de vertaalslag in kunnen maken. Je kijkt er wel anders naar, dat klopt. Ja, precies. Zijn jullie echt fulltime bezig hiermee of is dit een onderdeel van... Dit is echt een onderdeel van de functie. Ik hou me in het dagelijkse werkleven bezig met, ben ik financieel adviseur en dan vooral specialisme wonen. Dus ik hou me echt bezig met hypotheken. Oké, daar hou ik me vooral mee bezig. En dit is wel een hele leuke bijkomstigheid, het marktteam. Omdat je dan echt teruggaat naar je eigen leefomgeving waarvoor je iets kunt betekenen. Dus dat is net hoe het komt. De ene keer hebben we veel een overleg of aanvragen. En de andere keer is het weer een weekje rustig. Dus dat is net hoe het komt. Ja, precies. Ja. En dat geldt voor jou ook, denk ik. Precies, hetzelfde. Ik ben inderdaad normale functies, accountmanager MKB. Ja. En daarnaast inderdaad, dit hoort erbij. Dat is een leuke bijkomstigheid. Denken jullie dat de mensen jullie een beetje weten te vinden al? Is het druk? Hebben jullie veel contact? Het gaat steeds beter. Ja. Het gaat steeds beter. Ja. En dat komt ook door dat we op de koffie gaan, die presentaties houden. En op de site is het ook gewoon duidelijk te vinden. Ja, precies. Hoe werkt het? Want je zei, de Rabobank maakt winst. Hè, dus een deel daarvan willen we terug investeren. Dus dit. Hebben jullie een zak met geld en als die leeg is, houdt het marktteam ook op? Of is dat wel een blijvend... iets. We krijgen ieder kalenderjaar krijgen we weer een potje met geld. Ja, een zak, een potje. Ja, potje. Het is net hoe je het wil noemen. Ja. En van daaruit, maar als die inderdaad op dat kalenderjaar op is, dan is het wel klaar. Dat zie ik niet snel gebeuren. Nee, precies. En als mensen thuis zitten te kijken en die denken, ik wil dat ook. Hoe gaat het echt in zijn werk? Eerst moet je koffie drinken met jullie. Dat is dan de eerste stap. Nog niet per se. Nee. Oké, het kan ook zonder koffie. Het kan ook zonder koffie. Het is wel gezellig natuurlijk, maar dat hoeft niet per se. Je kunt een aanvraag indienen via onze website. Ja. Dus www.rabobank.nl/osbernhezen. En dan kun je onder het kopje sponsoring zie je uiteindelijk van aan welke voorwaarden dient een aanvraag te voldoen. Waar moet je op letten? En dan kun je hem zelf indienen op de website. Ja. En uiteindelijk komt hij, op het moment dat je hem hebt ingevoerd, komt hij bij ons uit. En wij gaan er dan ons over buigen en beoordelen. Ja, precies. En die voorwaarden, zijn die heel precies? Moet je daar echt een halve account manager voor zijn om dat te kunnen? Of kan? Nee. Er staat gewoon heel duidelijk van oké. Het is niet voor feesten en partijen. Dat staat heel duidelijk opgezond. Ja. Dat is heel duidelijk. Ja. En zijn er vragen, dan is er altijd nog de mogelijkheid om te bellen. Klopt. Met een van ons. Ja, precies. Of gewoon elkaar tegenkomen in het dorp. Dat zou het mooiste zijn. Jullie zijn te vinden, hè? Het marktteam via de website dus, maar ook in het echt. Klopt. Ja. We zitten hier sowieso met het servicepunt. Hè. Dus iedere woensdagmiddag dan zit een collega hier... binnen de bergplaats, waarbij je terecht kunt voor echt je bankzaken, maar ook voor dat soort vragen. Ja. En anders mag je mij aanspreken, net waar ik ben, als je op het moment dat je me tegenkomt, dat is geen probleem. Oké, leuk. Ik ben benieuwd wat we gaan meemaken in Berchem hiervan. Ja. Fijn dat u gekeken heeft naar TV Berchem. Wilt u meer zien? Dat kan via onze website www.tv-berchem.nl, via het YouTube-kanaal van TV Berchem en natuurlijk via Facebook. Dankjewel, dag.